ik ben vanmorgen even de stad in geweest. Bij de Action, bij de Kruidvat en bij de Hema. En ik dacht dat ik niet zo heel veel zou kopen of het nodig zou hebben. Maar ik heb toch best wel wat spulletjes gekocht. En ik dacht misschien is het wel leuk om aan jullie te laten zien. Ja, niet alles zien zoals pijnstillers, medicatie, ondergoed en zo van sterren. Dat wil ze niet dat ik dat laat zien, want ik begrijp het. Dus dat doe ik dan ook niet. De spullen die ik wel laat zien, prijzen staan onderin. En laten we maar beginnen bij deze week is er een nieuwe make-up lijn bij de Hema uitgebracht. Nou weet ik niet of het vast in het assortiment komt of dat het een limited edition is. Ik heb het persbericht nog niet ontvangen, dus ik weet het niet. Maar ik zag het gisteren op social media, dus dacht vanmorgen, ik ga gelijk naar de Hema. En ik weet ook niet zo goed hoe je het uitspreekt. Het is B. Volgens mij staat het voor Wacht, ik ga het even opzoeken. Ik heb het op de foto gezet. En daar staat de tekst bij, handig voorbereid. Er staat before anything else. Ik had dus er weer wat anders van gemaakt, want ik dacht beauty. Maar dat is dus afgekort B of zo. Dat hele bekende woord dat iedereen zegt. Dit. Nou ja, in ieder geval is een hele trendy lijn. En ik had gisteren een paar persfoto's van gezien. Ik dacht, oh leuk. En ik stond voor het schap. En ik had echt zo'n gevoel van, ja, ik weet niet. Oogschaduw is met pasteltinten. En het palet wat ik wel leuk vond was de pigmentatie. Ik heb zwart, dus nog een beetje, was de pigmentatie niet zo heel boeiend van. Highlighters waarvan ik alle kleuren al eigenlijk heb van andere merken. Dus ik had toen ik voor het schap zelf stond, dacht ik, nee, het spreekt me niet allemaal aan. Maar ik denk dat het voor de jeugd, niet dat ik heel oud ben, maar ja, ik denk dat het voor de wat jongere meiden misschien en jongens wel leuk is. Maar toch heb ik wat gekocht, want ik kon het niet laten. En dat zijn 3 keer draaimatte liquid lipsticks. Nou hoop ik niet, want er staat draaien dat ze heel uitdrogend zijn. Maar goed, ja, het zijn 3 neutrale tinten. Deze wil ik gaan reviewen. Dit is True Kiss. Pop Diva. Ik doe het even zo. En For You. Er waren nog meer kleurtjes, maar die waren ook niet zo dat ik dacht van ja... Ik had er gewoon iets meer van verwacht. Door het persbericht gisteren, of tenminste de persfoto's die ik online zag en zo, werd ik ook een beetje enthousiast. En ik stond voor het schap, dacht ik, nee. Deze zijn, ja, deze komen dan ook op pinkit.nl. Als review, maar dat komt volgende week op over 2 weken. En bij de kassa zag ik een zakje met pepermuntjes. Versterren Roy, altijd wel lekker, die doe ik aan de snoeptrommel. Of Roy neemt hem mee naar zijn werk, dat kan ook. Die vindt dat ook wel lekker om te snoepen. Dat was eigenlijk alles wat ik bij de Hema had gekocht. Ik had een heel lijstje van dit en dit moet ik meenemen. Maar die winkel zelf kreeg een blackout. Ik denk, wat moet ik nou weer hebben? Dus ik moet van de Hema waarschijnlijk nog een keertje terug. Bij de Kruidvat geweest. Ik ging eigenlijk voor die nieuwe collectie van de Essence Catrice. Voor die nieuwe update. Dus in de video hiervoor, een paar video's hiervoor, heb ik al zeg maar een perspakket geunboxed met van beide merken leuke pakketjes en producten. Maar ik wilde zelf ook nog wat items kopen. Maar ik ben van de week al 3 keer naar een kruidvatfiliaal geweest. En het is er nog niet. Dus de producten die er zijn, die heb ik zelf ook ontvangen. Dus ik ga volgende week al lekker. Het loopt niet weg. Het zit nog even in het assortiment. Ik zag wel bij de kruidvat dat er heel veel korting was. Sowieso. Maar je kon ook bij bepaalde actieproducten een gratis mok uitzoeken. En die vond ik wel heel erg leuk. Dus ik ben... voor die actie gegaan. Niet dat ik het nodig had, maar ik vond het gewoon leuk. En daarvan waren sommige merken, als je 2 producten kocht, mocht je dus een gratis mok uitkiezen. Nou, ik heb 4 maskertjes gekocht van Simple Skincare. En de maskertjes waren gewoon het goedkoopste product. En maskertjes gebruik ik graag, sheet maskers. Dus ik heb van Simple de De-Stress Sheet Mask met Aloe Vera. En de Rich Moisture Sheet Mask met... Botanical extract. En de Pollution Protect Sheet Mask met vitamine B3 en antioxidant. En deze heb ik dan 2 keer om aan die aanbieding te komen. Ik gebruik echt heel veel sheet maskers. En misschien dat ik hier nog een artikel over wil schrijven of een Instagram foto. En misschien gooi ik er wel een paar sheet maskers bij in winactie binnenkort. Maar ik vond die mokken echt te leuk. Ik wilde er eerst eentje, maar ik kon niet kiezen. Dus allebei. Ik heb het al gekozen. De Life is About Rainbows en Glitter. En ik weet dat ik 30 ben. Maar dit soort dingen vind ik nog steeds heel erg leuk. En ik heb heel veel mokken. En ik weet dat Sterre deze ook heel erg leuk gaat vinden. Dus ja, die kon ik dan weer niet laten liggen. En ik heb eentje met cactussen. En er staat Free Hugs.
En die vond ik eigenlijk ook wel een beetje passend bij mij. Dus ik dacht, die wil ik sowieso. En dan was er ook nog eentje met donuts. En volgens mij nog één. Weet niet. 3 of 4 mokken. En misschien dat ik er van de week nog wel voor terug ga. Ik vind ze wel echt super leuk. Dus die. En dan als laatste bij de kruidvat heb ik voor sterren. Want ik zag vanmorgen in de badkamer dat de haarlak op is, bijna op is. Die zien jullie vanzelf in de empties. Heb ik van het huismerk een ultra strong haarspray. Zij maakt altijd van die hoge paardenstaarten. En dan wil ze graag dat alles zo strak mogelijk blijft zitten. Echt. Dus die staat 10 minuten lang. Lijkt het soms wel met zo'n haarbus te sprayen. Nou ja, prima. Dan, ik merkte dat die op was bijna. Dus dacht, neem maar van zijn nieuw mee. Voordat we 's ochtends drama krijgen dat die leeg is. En ik geen haarspray heb staan. Die puberbuien zijn echt super leuk soms. Maar goed, die dus. En dan gaan we naar de aankoopjes van de Action. Ik ga dit even aan de kant zetten, zodat ik die wat beter kan laten. Action heb ik echt een mengelmoesje van alles en nog wat gekocht. Ook daar ging ik eigenlijk heen met bepaalde dingen in mijn gedachten van die moet ik hebben. En ik stond in de winkel. Het is misschien toch eens handig als ik een boodschappenlijstje ga maken. Of op mijn mobiel of gewoon echt op papier. Want als ik dan zo chaotisch ben en dan denk ik van ja, dit wil ik doen, dat wil ik doen. En dan vergeet ik de helft. En ik vind het niet erg om een keer terug te gaan, maar... Ik word soms gek van mezelf. Dat ik denk, oh Bianca, je had veel meer mee moeten nemen. Maar goed, laten we beginnen met wat Roy had gevraagd of ik mee wilde nemen. Dat zijn namelijk hele spannende puinzakken. We zijn aan het verbouwen onze slaapkamer. En eigenlijk de hele bovenverdieping komt aan de beurt. Dus ja, puinzakken om de rotzooi in te gooien. En ik wist niet hoeveel ik mee moest nemen, hoeveel rollen. Want er zitten er maar 5 op. Maar volgens Roy zijn het hele grote zakken. Ik neem er 2 mee. Als het op is, dan ga ik nog wel een keertje. Want de Action is niet zo straf om mee te gaan. Wat sommigen hebben bij sokken, dat die kwijtraken. Dat je die denkt van waar blijven ze? Heb ik eigenlijk een beetje met broodtrommels. We hebben er een stuk of 10. Ja, gewoon een stuk of 10. Nou, het zijn ook heel vaak curvebakken waar dan brood in kan. Maar ik heb er nog 2 in de la liggen. 2 liggen er klaar om naar de kringloop te gaan. Die zijn van Disney, daar heeft de leeftijd bereikt dat dat weg kan. Dus die ga ik niet aan niemand anders of bij de kringloop doen. Dus dacht ik neem even een nieuwe mee, een paarse. Gewoon echt heel basic, maar... Er hoeven geen printjes of teksten meer op. Dat is allemaal... Ja, daar is die fase al lang voorbij. En ik vind dat het momenteel heel snel gaat. Dat ik echt denk van, waar is mijn kleine meisje? Dus daar moet ik een beetje aan wennen, maar goed. Ja, dat is niet anders. En voor Sterre heb ik ook een Rexona Cotton Dry deodorantroller meegenomen. Deze gaat voor in de gymtas. Ze had er een nette nieuwe van een ander merk, maar die vindt ze absoluut niet fijn. En ik heb ook het idee dat die niet heel goed werkt, om het zo maar te zeggen. Dus ik dacht, neem even die nieuwe mee, als ik die gebruik, kan die andere weg. Wat voor spannend heb ik hier? Pedaalemmerzakjes voor het prullenbakje op de badkamer. Die waren op, dus ja, die moeten ook mee dan. En voor Veet, als onze hond, neem ik altijd eigenlijk wat lekkers mee. En ze vindt deze smekkels. Ik dacht smekkers, smekkels. Van die strips van Pedigree lekker. En dan neem ik altijd 2 zakjes mee. Dit is zo op, maar ik vind ze wel lekker. En aangezien ik ook allemaal leuke en lekkere spulletjes voor mezelf koop, vind ik het ook belangrijk om voor Vee gewoon wat lekkers mee te nemen. Dan een nieuwe koekenpan. Echt gewoon heel basic koekenpan. De echt goedkoopste van de Action. Ze verkopen ook tevelpannen, zag ik, maar... Ik heb zoiets van, ja, als die kapot is, deze gaat echt wel maanden mee, want die voor heb ik ook gehad. En daar hebben we echt heel lang mee gedaan, maar op eens op, het hendel laat op een gegeven moment los. Dus, nou, ik denk dat die 5 euro was of zo. Dit is een 28 centimeter doorsnede. En, ja, een koekenpan. Ja, kun je erover zeggen. Even daar neerzetten. Dan, die laat ik zo zien. Dan heb ik een keukenhanddoekje. Ja, echt... Op een gegeven moment, als je eerst naar de Action gaat, als je wat jonger bent, dan koop je make-up spulletjes. En dan ga je richting, weet je, dan word je wat ouder en zo. En dan ga je voor de huishoudelijke spulletjes. En ik vind dit ook leuk om te doen, want het is niet zo heel duur. Ik was ook nog bij een andere winkel. En daar schrok ik van de prijs, dat ik echt van, ik haal het wel bij de Action. En een bijpassende theedoek. En dat is wel handig dat ik deze had meegenomen, want ik stond dus bij de kruidvat met die mokken. En ze hadden niet van dat papier om mee te nemen. Ik denk, ja... Ik ken mezelf, dan neem ik die mokken mee en dan ben ik thuis en dan zijn ze stukken. Dus daar heb ik ze net ingewikkeld. Handig. En dan heb ik voornamelijk maskertjes gekocht. Ik had een video gezien van Vrouwtje. Vrouwtje Lost Make-up volgens mij.
Ik vind haar heel spontaan en enthousiast. Ik zou, als ik het niet vergeet, haar kanaal ook hieronder linken. Vergeet ik het, zeg het dan even, dan doe ik het alsnog. Maar zij is altijd zo enthousiast over, volgens mij, dit masker. Facial sheet mask met houtskool en zeezout extracten. En ik dacht, weet je wat, ik hou van maskertjes. Ik heb er nog niet genoeg. Neem er gelijk maar 3 mee, want ja, ik heb geen idee hoe het is. Misschien vind ik het ook wel geweldig. En de action kennende vind je iets leuk, dan gaat het uit het assortiment. Dus ik had zoiets van, ik neem er 3 mee. En misschien dat ik er ook weer eentje doe binnenkort in de winactie. Want ik wil richting de 1000 abonnees ook weer een winactie doen. Gemixt met beauty dingetjes en lifestyle en zo. Want ik heb ook kijkers natuurlijk die alleen maar beauty leuk vinden. En ik heb kijkers die juist meer voor de lifestyle en de boodschappen dingetjes kijken. Dus nou ja, kort verhaal lang. 3 maskertjes. En ik zag een maskertje speciaal voor de nagelriemen. En dit vind ik dan weer heel erg leuk. Want ik test heel graag maskertjes uit voor Instagram en voor mijn website. Zo, moeilijk woord. En mijn nagelriemen zijn altijd echt drama. Dus ik dacht, die vind ik wel leuk om te testen. Je kan natuurlijk ook gewoon een handcreme aanbrengen. En je hebt ook handmaskers. Die heeft de Kruidvat nou ook. Ik weet niet of ze dat, die waren limited edition. Die was... Zijn ook heel fijn. Maar dit zijn echt van die maskers. Wacht, waarom was dat nou hier? Die breng je bij je vingertoppen aan. En ik vind dat gewoon een heel leuk idee. Ik dacht, dat ga ik proberen. En een beetje om in het maskerstemming te blijven, kocht ik als laatst deze gift set. En even kijken of ik hem open krijg. Nee, dan maak ik de doos stuk. En ik heb hier natuurlijk niks liggen. Nee. Nou, in ieder geval in deze gift set. Ik zal hem even zo laten zien. Zitten sheet maskers en dan 5 stuks. Dit zit erin. Er zit er eentje in met houtskool, met retinol, vitamine C, argan en collageen. En ja, weet je, ik vond de verpakking heel erg leuk. Misschien dat ik er nog één bij haal binnenkort voor in de winactie. Of dit is ook natuurlijk wel leuk om iemand cadeau te doen. En ja, maskertjes, ik gebruik het zo vaak. Dus weet je, nooit genoeg. En ik vond de verpakking ook gewoon heel erg leuk. Ik zag het liggen, denk ik. Die gaat. Dit waren weer alle spulletjes die ik gekocht heb. Het is niet heel veel, maar toch weer genoeg om op te ruimen. Ja, de spullen die ik echt graag wilde hebben, die heb ik niet echt. Zoals bij de HEMA ook, dat viel een beetje tegen. Maar dat kan gebeuren, weet je. En ik ga ook niet spullen kopen voor de HEP. Gewoon, ja, dat doe ik niet meer. Die fase is geweest. Ik ga dit lekker opruimen. Mochten jullie nog leuke aanraders hebben voor de HEMA, Kruidvat... Action, laat ze dan onder deze video even achter. En ik wil jullie bedanken voor het kijken. Tot de volgende video.